Het is Flevo Boys vandaag eindelijk weer een keer gelukt. 3 punten pakken in een thuiswedstrijd. Met 4-1 toch een ruime, overtuigende overwinning. En we staan hier na de wedstrijd direct maar bij Roelof Strik weer daar. Verdediger van Flevo Boys. Ja, vandaag op de linksbackpositie, een keer terug van een blessure. Lekker om zo terug te keren, zeg. Ja, dat is heerlijk. Daar heb je het lang voor getraind. Hard voor gewerkt. En je team elke zaterdag verliezen. Dat doet je pijn. En je wil ook iets terug doen voor de mensen hier op de tribune. Dus ik ben heel blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen doen. En dat we die 3 puntjes hier hebben kunnen houden. Zeker. Ja, Huip, hoe keek jij vandaag naar Roelof? Ik vond dat hij het heel goed deed. Ik weet dat hij heel lang geblesseerd is geweest. En hij zat er heel fel op bij Marco van der Heijden in de eerste helft. En blijft rustig in de opbouw. Dus ik vond het echt een aanwinst voor Flevo Boys vandaag. Is hij misschien een betere linksback dan Richard Scholten? De man die daar toch de afgelopen weken heeft gestaan? Nou, Richard heeft het ook heel lang goed gedaan. Maar die zakte de laatste weken iets terug in vorm. En Roelof die kwam net weer terug van de blessure. Kreeg de kans en die heeft hem gepakt. Ik denk dat hij er volgende week ook wel in staat. Dat kan weer zo, Roelof. Wat denk jij? Never change a winning team, zeggen ze dan. Nee, het is hem aan de trainer. Ik denk dat we het als team heel goed hebben gedaan. En ik denk dat iedereen zijn stinkende best voor heeft gedaan. We zagen dat Oranje Nassau vandaag ook wel behoorlijk wat kansen creëerde. Waar zit het hem dat in dat jullie vandaag 4-1 kunnen winnen? En Oranje Nassau slechts 1 keer scoort. Ja, ik denk dat we echt vanaf het begin het geloof erin hadden. En bij ons, ik denk dat de eerste helft de kansverdeling wel aardig 50-50 waren. En dat wij maken ze wel. Je zag na de 2-0 bij ons, zag je even een paar momentjes dat het wat minder stond. Maar ik denk dat we het met z'n allen goed op hebben gepakt en verdiend hebben gewonnen. Wat voor een boost kan dit jullie als team geven, denk je? Nou ja, gezien het programma wat we de komende weken hebben, denk ik dat dit een eerste stap is in de goede richting. En ik hoop dat we dit volgend weekend voort kunnen zetten. Nou, bedankt voor jouw reactie zo direct na de wedstrijd. Ja. Gelf was lekker douchen. Praat nog even verder met Huip. Ja, volgende week Dovo uit, daarna VV Eemdijk thuis. Hoe zie jij de kansen? Nou ja, na vandaag natuurlijk redelijk goed, want dit was een cruciale wedstrijd. Je hebt niet alleen 3 punten gehaald, maar je hebt ook vertrouwen getankt. En het allerbelangrijkste was die eerste goal natuurlijk van de Pip. Als je 1-0 voorkomt, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker. Maar aan de andere kant, de eerste helft hebben we ook een paar keer gezwijnd. Vandaag zat het mee. En in de tweede helft hadden ze het onder controle. Het heeft Oranje Nassau nauwelijks nog kansen gehad en wij wel veel. Dus al met al een dik verdiende overwinning. Ja, volgende week dan Dovo uit. Wat denk jij? Is dat een wedstrijd waar je punten kan pakken? Of moet je gewoon voorzichtig zijn en toch beseffen dat dat misschien wel een hele goede ploeg is? Ik vind het wel meevallen. We hebben hier thuis tegen ze gespeeld. Inderdaad een goede ploeg. Maar ook daar kun je punten pakken. Flevo Boys is altijd goed in de counter. Met het vertrouwen wat ze vandaag hebben getankt. Met een aantal spelers die er ook nog weer aan zitten te komen. Ja, je moet daar op de counter gaan spelen natuurlijk in Veenendaal. En dan kun je best 1 of 3 punten pakken. Huip, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw bijdrage vandaag als analist in Flevo Boys TV. Ja, we hebben natuurlijk nu al de nodige analyses gehoord. En gaan zo meteen nog veel meer mensen aan het woord laten. Trainers, spelers. En vanavond zo rond een uurtje ofwel zijn wij bij jullie. Dan zetten we onder andere al die 4 lekkere goals van Flevo Boys op een rijtje. En natuurlijk ook die ene van Oranje Nassau. Dus heel graag tot vanavond. Zoals ik zei, een uurtje of 11.